Ja, wat, jij noemde net al ownership, hè? Dat het een stuk ownership creëert bij jongeren zelf. Ja. Maar ook dat het als legitiem gezien wordt, toch? Ja. Spelen als legitiem. Ja, ja, ja. Ik denk als je kijkt naar, als je bijvoorbeeld kijkt naar het onderwijs, ik kom uit het onderwijs. Dan heb je te maken met wat jij ook zegt, hè, die formele training, die formele schoolse leeromgeving. Ja. En dan moet je afvragen, is dat dan effectief bij jongeren überhaupt en vooral bij jongeren in ontwikkelingslanden? En dan heb je hun eigen leeromgeving, ja, dat noem je de persoonlijke omgeving of de informele leeromgeving. Ja. Waarin als je kijkt naar onze maatschappij, dat ze allerlei tools hebben tot hun beschikking. En er is wel onderzoek naar gedaan. Waarin dan ook heel duidelijk naar voren komt dat jongeren dan eigenlijk bijvoorbeeld in Nederland zeggen van ja, die tools die zijn eigenlijk van ons. En we vinden het eigenlijk niet zo tof dat die in een formele setting gebruikt worden. Dus Laten we op school vooral niet gaan hyven om er iets van te leren. Maar laten we het vooral doen om wat te spelen en op die manier zeg maar. Dus dat is, maar hoe je dat dan moet vertalen naar ontwikkelingslanden, dat vraag ik me ook af. Maar het is wel zeg maar dat spelen wat heel erg belangrijk is en wat zeg maar kracht oplevert. Maar zeggen die jongeren dan eigenlijk van, jullie willen wel tools gebruiken om ons aan het leren te krijgen, maar zeggen ze dan eigenlijk van, dat willen we niet? Hoor ik je goed? Want dat is van ons en dat is persoonlijk. Daar moet je mee oppassen, ja. Ja, er is echt wel een scheiding tussen de formele school en leren via school en leren via hun eigen tools en hun eigen... Om leren om te gaan met digitale middelen, maar meer hoe zet je digitale middelen in om te leren. Ja, dus hoe kun je hun tools inzetten om er toch van te leren, zonder dat het leren is, dat het spelende wijs op hun manier, dat is de vraag, uitdaging. En dan nog in het zuiden. Ja, maar dat is natuurlijk een heel ander verhaal, want heb je wel tools en welke tools heb je tot je beschikking? En is dat wel nodig? Ja. Want ik zie ook vaak, ik heb zelf in Zambia en Ghana gewerkt en dan zie je vaak dat als jongeren al wat ouder zijn, 17, 18, dat ze dan denken, oh nu moet ik ICT gaan leren, want dan heb ik opportunities on the job market. Terwijl je eigenlijk veel vroeger zou willen dat kinderen er al mee leren, al spelenderwijs, de capaciteiten gaan opbouwen en dan niet alleen in een formele trainingssetting woord leren, maar dan gebruiken ze het gewoon als productiemiddel, maar niet om hun eigen creativiteit, hun eigen creaties.